Herken je dit? Witte, dode vingers die paarsblauw kunnen verkleuren en uiteindelijk rood en pijnlijk. Waarschijnlijk heb je te maken met de ziekte van Raynaud. Deze aandoening is niet te genezen, maar gelukkig kun je met voeding en leefstijl wel heel veel doen. Goedemorgen lieve mensen, welkom allemaal bij deze live uitzending van de Eetlijn. Marieke, goedemorgen. Ik zie al gelijk van de partij zijn. Er komen gelijk al meer mensen binnen druppelen. Hartstikke leuk. Het is vandaag een minder prettig thema, maar ik heb wel ontdekt dat ongelooflijk veel mensen hier last van hebben. Terwijl ik naar een uitzending toe werk, zie je gewoon reacties komen op Facebook, al op de verschillende berichten die ik geplaatst heb. En ik zag dat heel veel mensen te maken hebben met de ziekte van Raynaud. En ik heb hier een plaatje ervan. De typische witte dode vingers die later verkleuren naar paarsblauw en vervolgens rood en pijnlijk. Dit is typisch een gevalletje van Raynaud. En er zijn veel meer mensen die er last van hebben dan we eigenlijk denken. Dus daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Goedemorgen, Ina is erbij, Aati is erbij. Fijn dat jullie erbij zijn. Maar het is een pittig gebeuren en ik vind het toch belangrijk om daar een keertje aandacht en tijd aan te schenken. Voor de mensen die mij niet kennen wil ik me eerst welkom heten. Mijn naam is Nettie Bom. Ik ben leefstijlcoach en ortomoleculair therapeut. En ik heb als grote missie om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. En ik doe het met een team van coaches samen. En wie ik niet mag vergeten is Ria, mijn rechterhand eigenlijk zo'n beetje. Ria heeft over het thema van Raynaud een enorm mooi stuk geschreven in mijn online inspiratieprogramma 365 dagen gezonder van A tot Z. Ongelooflijk veel kennis heeft ze. Ze zit nu ook weer klaar met de pen in de aanslag om een prachtig blogbericht hierover te schrijven. En ik heb eigenlijk als eerste een vraag aan de kijkers, aan jou als kijker. Ben je bekend met het fenomeen van de Raynaud? Heb je het ernstig of een beetje? Ken je mensen die het hebben? Mocht je het zelf hebben, wat doe je eraan? Wat heeft jou geholpen om het fenomeen van Raynaud gewoon draaglijk te maken? Nou, er komen nog veel meer mensen binnen. Ik zie Bert binnenkomen, Bert Kamminga, Ria is erbij, Ria Helmes, Corrie, Ineke, Anneke, goedemorgen allemaal. Anneke zegt, interessant onderwerp, nu ook net de mails erover ontvangen. Ja, Anneke zit inderdaad in 365. En dat kruist elkaar net. We zijn net bezig met Raynaud inderdaad. Het is een ongelooflijk interessant thema, maar wel heel vervelend als je er last van hebt. Dus laat ze even weten via de chat, ben je bekend met Raynaud? Of zeg je, Nettie, waar heb je het over? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het gewoon niet. Brigitte zegt, ik weet het pas sinds jij het noemde. Inderdaad, dus jou was het ook nieuw, Brigitte. Ja, weet je, soms is het ook leuk om meer te weten te komen over dingen waar je zelf toevallig geen last van hebt. Want hoeveel mensen ken je die het wel hebben? En hoeveel mensen kun je helpen door ze dan te wijzen inderdaad op het programma 365 of op deze uitzendingen? Zo kunnen we elkaar altijd helpen. Goed, nou, wat ik ga behandelen vandaag is aardig wat. Om te beginnen, wat is het fenomeen van Raynaud? Ik bedoel, ik heb wel een plaatje laten zien, maar er is ook nog heel veel over te vertellen. Wat er gebeurt bij een aanval, dan welke vormen zijn er, wat zijn de symptomen, wat zijn de uitlokkende factoren, hoe weet je of je Raynaud hebt. Dan, wat is het verschil met winterhanden, want ik ken heel veel mensen die hebben winterhanden en het lijkt er wel een beetje op, en toch is het anders. Dan wat je allemaal kunt doen aan behandelingen, medicatie, voeding en leefstijl. Dan ga ik het thema van morgen bekendmaken. Of nee, ik zeg het niet goed. Het recept van morgen. Dus blijf kijken tot het einde, want hier kom ik straks uitgebreid op terug. Heerlijke muffins gaan we maken. En dan uiteindelijk het thema van volgende week gaan bekendmaken. Dus een hoop te doen. Jan Steenoven nagekeken en misschien door afvallen. Oké. Ja. Aati zegt, ik wist niet wat het was tot ik de e-mails erover kreeg. Corrie zegt, heb met kou last van witte vingertoppen. Ja, maar er kunnen ook winterhanden zijn. Maar in ieder geval, Vera zegt, lang geleden had ik er een beetje last van. Mijn dokter zei dat het waarschijnlijk Raynaud was. Maar de laatste jaren begrijp ik dat het beter gaat, maar dat kan ik niet lezen. Ja, Roelie zegt, ik heb er wel van gehoord en ken iemand. Oké, nou Roelie, dan kun je deze informatie doorgeven, joh. Goed, we gaan beginnen. Om te beginnen, wat is het fenomeen van Raynaud?
En het is een vaataandoening. Heel veel mensen denken dat het een huidprobleem is, maar het is dus een vaatprobleem, een bloedvatprobleem. En daarbij wordt de toevoer van bloed naar de vingers of de tenen gestopt. Dus je hebt natuurlijk je bloedvaten. En die toevoer van bloed naar je vingers of je tenen kan gestopt worden. Door, er zitten spiertjes aan de zijkant van die bloedvaten. En die spiertjes kunnen samentrekken. En normaal gebeurt het eigenlijk als een automatisch systeem. Als je namelijk heel warm hebt, dan moet er namelijk meer bloed naar de handen en tenen vloeien om af te kunnen koelen. Maar als je het niet warm, als het koud is, dan moet er juist minder bloed naar die hand, die vingers en die tenen. Nou, die vaatjes, die hebben dan een samentrekkingssysteem, wat een automatisch systeem is. En het reguleert automatisch bloedtoevoer of bloedafvoer. En bij het fenomeen van Raynaud is die samentrekking in die bloedvaatjes is veranderd, is eigenlijk verstoord, waardoor je continu te weinig bloedtoevoer hebt naar je vingers en je tenen. En dat kan dus heel veel pijn geven. En vooral als het weer open gaat staan en dan gaat het bloed naartoe, en dan worden je handen rood en dat kan echt heel erg pijnlijk zijn. Het gaat aanvalsgewijs, dus je hebt er soms meer last van dan de andere keer. Er zijn natuurlijk risicofactoren waar ik zo meteen op terugkom, de situaties waardoor het erger wordt. Nou, en als je die weet, kun je het mee proberen te helpen voorkomen. En het is geen huidziekte, maar een vaatprobleem. Heel veel mensen denken dat het een huidziekte is, maar het zit hem dus in de bloedvaten. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Nou, dan is het misschien handig om te weten wat er gebeurt bij een aanval. Nou, die spiervezels die de vaatjes dicht kunnen knijpen of openzetten, dat automatische regelmechanisme, dat raakt verstoord. En daardoor krijg je dus inderdaad meer of minder bloed in je vingers. Nou, bij Raynaud, even om het kort samen te vatten, is het automatische regelmechanisme van die bloedvaatjes van slag. En daardoor zijn die vaten naar de vingers of de tenen eigenlijk te veel dicht. En krijg je te weinig bloed in je vingers en je tenen. Nou, je hebt een aantal verschillende vormen. Je hebt de primaire vorm en dan krijg je niet een directe oorzaak. Dat krijg je vaak al op jonge leeftijd. Ontstaat vaak rond de puberteit en je hebt een secundaire oorzaak. En die secundaire oorzaak is bijna altijd het gevolg van een onderliggende ziekte. En dat kan zijn reumatoïde artritis. Kan zijn de ziekte van Sjögren. Dat heeft te maken met hele droge slijmvliezen, droge ogen, weinig speeksel. Is alles droog en gewoon droog aan je lichaam. En de ziekte van Sjögren is eigenlijk een onderliggende oorzaak ook voor de ziekte van Raynaud. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een andere auto-immuunziekte hebben. En bijvoorbeeld sclerodermie is ook een auto-immuunziekte. En die kunnen allemaal uiteindelijk de ziekte van Raynaud veroorzaken. En waar primaire Raynaud dus eigenlijk geen echte oorzaak heeft en ook niet echt te genezen is, is de secundaire fenomeen van Raynaud zou je kunnen verbeteren als je de onderliggende ziekte kunt verbeteren. Dus stel dat reuma de onderliggende aandoening is en je kunt daar iets aan doen, dan kan daardoor ook inderdaad de ziekte van Raynaud verdwijnen. Maar goed, weet je, het zijn vaak heel hardnekkige dingen en het komt erop neer dat de ziekte van Raynaud eigenlijk in principe niet echt te genezen is. Behalve als je de primaire Raynaud hebt op jonge leeftijd, die kan uiteindelijk ook weer gewoon verdwijnen. En ik las op Facebook ook een mevrouw en die had het ook, de primaire Raynaud waarschijnlijk. Was uiteindelijk ook weer na een aantal jaren was het verdwenen, is ze 8 jaar vrij geweest. Toen is later, is na die 8 jaar weer teruggekomen. Maar dan kan het dus zijn omdat je een auto-immuunziekte hebt. En auto-immuunziekten die zijn er zo ongelooflijk veel. Dus als je weet dat dat de oorzaak is, dan kun je daar inderdaad aan bijdragen om dat te verminderen. En auto-immuunziektes kunnen onder andere veroorzaakt worden door ontstekingen. Maar ook door het eten van gluten, door het eten van te veel suiker. Dus eigenlijk door een ongezonde westerse leefstijl kan er een auto-immuunziekte ontstaan. En die auto-immuunziekte die kan vervolgens weer een veroorzaken. Dus als je dan die auto-immuunziekte kunt aanpakken, dan heb je kans dat daardoor ook de ziekte van Raynaud wat minder wordt of sowieso de klachten wat draaglijker. Maar het is en blijft een lastig verhaal. Goed, voor de mensen die net binnengekomen zijn, ik ben Nettie Bom, orthomoleculair therapeut en leefstijlcoach. En mijn missie is om van Nederland het allergezondste land van de wereld te maken. Dat doe ik onder andere door elke vrijdag een Facebook Live uitzending te geven. En vandaag hebben we het over het fenomeen van Raynaud, een ongelooflijk vervelende aandoening. Nou, ben je nou te laat binnengekomen, je kunt de uitzending altijd nog later opnieuw bekijken. En als je lid bent van de Eetlijn Praatjes, krijg je er zondag
Rond 1 uur of 8 s'avonds krijg je een prachtig blogbericht over Varia. Dat zit in de Eetlijnpraatjes. Dus mocht je daar behoefte aan hebben, laat het even weten via de mail netty.bom@theetlijn.nl. En dan zet ik je op de lijst van de Eetlijnpraatjes. Krijg je elke zondag een prachtig blogbericht. Goed, nou, we hebben het net over gehad over de verschillende vormen van Raynaud. En we gaan het nu hebben over de symptomen. En ik heb ze eigenlijk al genoemd, maar even alles op een rijtje. De symptomen van de ziekte van Raynaud zijn, om te beginnen, dode vingers of tenen. En hier heb je ze dus inderdaad, witte. Hier zie je het heel duidelijk, die witte dode vingers of tenen. En dit is eigenlijk nog een redelijk dit is nog redelijk te doen. Maar als ze op een gegeven moment die bloedvaatjes weer open gaan staan, dan kunnen de handen echt blauw worden. Nou, ik had er een foto van opgezocht. Ik laat hem niet zien, want het is zo ongelooflijk naar om te zien. Maar zoek maar het een en ander op Facebook hierover of op internet. Maar het is een hele vervelende ziekte. En veel mensen hebben er last van. Nou, dus eerst worden ze wit en later worden ze blauw of paars of rood. Het gaat pijnlijk worden, het kan gaan tintelen. En die aanval duurt meestal 5 tot 30 minuten ongeveer. Nou, en inderdaad, in de primaire Raynaud heb je het aan beide handen en voeten. Terwijl bij de secundaire Raynaud heb je kans dat maar één van de kanten ermee belast is. Dus of je linkerkant of je rechterkant. Maar primair is dus inderdaad in beide handen en voeten. En secundair kan eenzijdig zijn. Maar neemt niet weg dat het gewoon echt heel vervelend kan zijn. Maar het is goed om te weten dat er uitlokkende factoren zijn. Als je namelijk weet wat de uitlokkende factoren zijn en je kunt die helpen voorkomen, dan kun je toch op de een of andere manier proberen om het te verminderen. Jean zegt dat ze me niet kan vinden, maar je bent er toch, Jean? Ik kon je niet vinden. Oké, kijk het eerste stukje wel terug. Nou, helemaal goed, Jean. Ja, goed. Suzanne, goedemorgen. Nou, de uitlokkende factoren zijn om te beginnen een koude omgeving of het aanraken van koude voorwerpen. Dus stel dat je iets uit de koelkast moet halen, dan pak je een koud voorwerp aan. Of je pakt een koude pan aan. Al dat soort dingen kunnen inderdaad Raynaud uitlokken als je er gevoelig voor bent. Ben je er niet gevoelig voor, dan kun je ijsblokjes beetpakken, bij wijze van spreken. Maar ben je er gevoelig voor, dan moet je echt uitkijken met het aanraken van koude voorwerpen. Of in een koude omgeving vertoeven. Bijvoorbeeld een koelcel of naar buiten als het vriest, dat soort dingen moet je echt mee uitkijken. Dan moet je uitkijken bij temperatuurswisselingen. Dus van kou naar warm of van warm naar koud, kan echt een aanval uitlokken. Dan ook het werken met trillende apparaten. En ik kan niet zo gauw een voorbeeld bedenken, maar ook het aanraken van je toetsenbord. Dus inderdaad de type, andere trillende apparaten gebruiken. Ja, dan kun je inderdaad ook een aanval uitlokken. Dan, een hele belangrijke, en daar kun je vaak zo weinig aan doen, angst, verdriet en woede. Dus eigenlijk heftige emoties, zelfs die kunnen ook een aanval uitlokken. En dan ook eentje waar je echt iets aan kunt doen. En ik zeg tegen niemand, je moet stoppen met roken. Maar als je nou Raynaud hebt en je wilt inderdaad daarvan af, dan is roken het eerste wat je eigenlijk zou moeten laten. Want roken kan inderdaad een aanval uitlokken. Want door roken gaan sowieso die bloedvaten die worden aangetast. En als je dat nou kan laten, dan heb je al veel minder kans op de ziekte van Raynaud. Dus heb je nou Raynaud en je rookt, ja, als je dat kan laten staan, heb je al veel minder kans dat je een aanval uitlokt. Nou, dan misschien handig om te weten, hoe weet je überhaupt of je Raynaud hebt? Want je kunt wel zeggen, joh, Nettie, ik heb ook heel vaak van die dode vingers. Volgens mij heb ik Raynaud. Of ze worden paarsblauw of rood en het is pijnlijk en ze gaan tintelen. Dan weet je het bijna zeker. Maar er zijn een aantal vragen die je zelf kunt stellen om te checken of je inderdaad de ziekte van Raynaud hebt. Nou, om te beginnen, verander je vingers van kleur bij temperatuurverschillen of bij stress. Als ze dan veranderen van kleur, dan heb je al grote kans dat je last hebt van de ziekte van Raynaud. Heb je last van pijn of doofheid aan je vingers of je tenen bij kleurverandering? Dus stel dat je vingers gaan van wit naar rood of van rood naar paars of andersom. En je hebt daardoor ook pijn of doofheid. Bij verandering van kleur heb je ook grote kans dat het de ziekte van Raynaud is.
Of als je pijn hebt na het opwarmen van verkleuring. Dus stel je bent buiten geweest, je bent gaan schaatsen. We hopen dat we kunnen schaatsen. En je bent naar buiten geweest en je komt naar binnen toe en je krijgt dan pijn. Als je handen weer opwarmen, ja, dan kan je ook bijna donder op zeggen dat je inderdaad last hebt van de ziekte van Raynaud. Als je op 2 van de bovengestelde vragen kunt antwoorden met ja, nou, dan heb je grote kans dat je inderdaad met Raynaud te maken hebt. Nou, dan kan je ook nog testen of het primair is of secundair. Als je namelijk gezwollen vingers en wondjes hebt, of als het na je 30ste ontstaan is, of als je ook gewrichtsklachten hebt, huiduitslag, spierzwakte, droge mond of droge ogen, dan is het een onderliggende ziekte. Dan heb je de secundaire. En in dat geval zou ik eventjes een bezoek brengen aan de arts. Vooral omdat bij de secundaire Raynaud, als je dan die onderliggende ziekte kunt helpen genezen, dan heb je kans dat Raynaud ook verdwijnt. Ik denk dat dit cruciaal is, dat je bij een secundaire ziekte, nee, bij een onderliggende ziekte, dus eigenlijk een auto-immuunziekte, dat je dan naar de arts gaat, want als die jou kan helpen om die auto-immuunziekte op te lossen, nou, dan heb je al grote kans dat ook de ziekte van Raynaud wat minder zou kunnen worden. En je hoort hoe voorzichtig ik ben in mijn uitspraken, omdat ik geen koeien met gouden horens wil beloven. Ik wil je niet beloven dat het beter wordt, terwijl het misschien helemaal niet beter wordt. Maar ik zou dan wel sowieso de arts raadplegen om te kijken, joh, wat kun je daaraan doen. Nou, dan misschien toch ook even leuk om te weten. Ja, leuk is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar goed, sommige dingen moeten gewoon benoemd worden. Wat het verschil is met Raynaud en winterhanden en tenen. Nou, bij Raynaud heb je dus een vernauwing van de bloedvaatjes. Dat kan pijn geven en gevoelloosheid. En bij winterhanden heb je een verstoring in het samentrekken en verwijderen van de bloedvaatjes. Dus het lijkt op elkaar en toch is net iets anders. En bij winterhanden krijg je vooral, ja, ook pijn natuurlijk, maar ook jeuk. En een branderig gevoel na blootstelling aan vochtige koude. En bij winterhanden krijg je heel vaak vervelende wondjes. En dat is toch wel duidelijk een verschil tussen Raynaud en winterhanden. Nou, allemaal leuk en aardig, maar net die zou je zeggen, wat kan ik eraan doen? En er zijn gelukkig wel een aantal dingen wat je dan kunt doen. Maar onthoud 1 ding, dat de ziekte van Raynaud is niet te genezen. Maar je kunt wel de omstandigheden optimaal maken, waardoor je er minder last van hebt. Dus probeer toch even te kijken, joh, wat kan ik zelf doen? Nou, eventjes terug naar de primaire vorm. Als je onder de 18 jaar bent en je hebt Raynaud, dan gaat het vaak vanzelf over. Het is vaak een tijdelijke situatie, terwijl het later wel terug kan komen als je ouder bent en je loopt een auto-immuunziekte op. Dus wees heel voorzichtig over auto-immuunziektes. En alles over auto-immuunziektes is beschreven in mijn online inspiratieprogramma 365 dagen gezonder van lijf en leden. Daar lees je alles over auto-immuunziektes. Immuniteit, wat zijn de oorzaken, wat zijn de gevolgen, welke vormen zijn er? Zo belangrijk om te weten, want als je kunt weten hoe je een auto-immuunziekte kunt helpen voorkomen, loop je ook minder kans op een secundaire vorm van de ziekte van Raynaud. Dus alles wat je gewoon kunt opdoen aan kennis is gewoon zo meegenomen. Dus ga gewoon eens kijken of dat programma iets voor jou zou kunnen zijn. Als het na je 35ste jaar ontstaat, dus inderdaad door een auto-immuunziekte, dan is dat in 50% van de gevallen chronisch. En mensen denken heel vaak, lieve help, chronisch, dan kom ik er dus nooit meer van af. Maar chronisch betekent niet voor altijd. Het betekent wel langdurig, maar niet voor altijd. En ook chronische ziektebeelden kun je inderdaad verbeteren, verhelpen, terugdringen door je leefstijl aan te passen. En ook dat komt allemaal terug in mijn online inspiratieprogramma. Nou, wat je sowieso niet moet doen, wat heel verleidelijk is, als je nou met dode witte vingers binnenkomt na koude, of je hebt gewoon sowieso, je hebt iets uit de koelkast en je handen worden koud en wit, dan is het zo verleidelijk om ze even tegen de radiator aan te leggen. En ik weet ook nog zo goed, als je vroeger als kind geschaatst had en je kwam binnen met koude handen, dan werden ze tegen de radiator aangelegd, maar daarna gingen ze tintelen en dat deed me zeer. Nou, dat zijn natuurlijk typisch winterhanden. En dat is ook vreselijk pijnlijk als die weer ontdooien, maar het gaat veel te snel als je het tegen de radiator legt.
En ik weet nog goed, als mijn man vroeger met hele koude dode handen van het land afkwam. Want Anton is altijd boer geweest. Nou, dan zat hij op een bietenrooi en had hij zulke koude handen. En dan kwam hij binnen en dan wist hij me altijd te vinden en te plagen. Dan legde hij ze op mijn blote buik. Zijn koude handen, dat deed verschillen. Ja, dat was dan bij mij weer minder prettig. Maar goed, als je van elkaar houdt, heb je het allemaal voor over. Maar je kunt ze beter bij iemand op zijn buik leggen of tussen de benen. Want dat verwarmt minder snel dan op de radiator. Dus never nooit op de radiator leggen, want dan gaat het enorm tintelen en dat is hartstikke pijnlijk. Maar wel bij iemand op zijn warme huid. En heb het er maar even voor over. Ik heb wat gejodeld als die binnenkwam. Ik denk, oh, dan komt hij met zijn koude handen en voeten, maar ik deed het gewoon wel. Maar in ieder geval niet aan de kachel. Dan, wat voor mij nieuw is, ik las het op Facebook, dat iemand had een MOXA-behandeling laten doen. En het schijnt iets te maken hebben met acupunctuur. En die MOXA-behandeling heeft bij die persoon gewoon echt heel veel opgelost. Dus ik was heel blij dat je het noemde. Dankjewel, Karin. Dus een MOXA-behandeling is iets wat je misschien toe zou kunnen passen. Dus probeer het gewoon eens uit. Of ga sowieso naar de arts toe of naar een acupuncturist. En die kan je misschien helpen aan een MOXA-behandeling. Nou, dan wat er ook kan gebeuren zijn medicijnen. Er zijn vaatverwijdende medicijnen. Alleen, weet je, een medicijn is een medicijn. En ik ben een heel groot voorstander om voeding in te zetten als medicijn. Maar bij Renault wordt dat een pittige klus. Er zijn medicijnen die bij Renault kunnen helpen, maar het helpt lang niet bij iedereen. Dus ik wil ook geen dode mus beloven. Dus zeg niet dat medicijnen altijd helpen, maar het is wel iets wat je in kunt proberen te zetten. Maar nogmaals, het helpt niet bij iedereen. Dan eventjes spieken op mijn blaadje. Je kunt zenuwblokkades toelaten passen, want dan wordt het automatisch samentrekken bij koude voorkomen of sowieso minder. En dus het samentrekken van die spiertjes die de bloedtoevoer afknellen, wordt minder als je zenuwblokkades laat toepassen. Het is iets wat te proberen is, maar het heeft ook altijd weer nadelige gevolgen. En wat zelfs ook wel eens gebeurt, maar dat is echt heel erg heftig, is dat ze die zenuwen in die vaatwandjes doorsnijden, waardoor die samentrekkingen ook niet meer gebeuren. Maar ja, of je dat nou moet willen, het is heel vergaand. Maar soms kan die ziekte van Renault zo vervelend zijn en zo pijnlijk, dat je eigenlijk geen andere keus meer hebt. Maar in dat geval zou ik echt eventjes naar de hart- en vaatchirurg toe gaan om te vragen wat die jou in jouw situatie adviseert. Wat belangrijk is, is dat je het zelf gaat proberen te voorkomen. En één hele grote reden kan zijn, stop met roken. En doe het niet voor mij, doe het voor jezelf. Het interesseert mij geen bal of je rookt of niet. Moet je echt helemaal zelf weten. Maar als je er last van hebt van Reno, stop dan absoluut met roken. Want dat is het eerste wat gewonnen is. Want roken geeft bloedvatvernauwing. En als je stopt met roken, heb je minder schade aan die wanden van die bloedvaatjes. Dus het is, ja, weet je, het klinkt heel flauw wat ik nu zeg. En ik ben zelf ook iemand die makkelijk verslaafd is aan iets. Ik bedoel, als ik een leuk computerspelletje heb, kan ik zomaar verslaafd raken. Ik ben verslaafd aan diamond painting, dus ik zal niet zeggen dat het makkelijk is om een verslaving te stoppen. Maar ik zeg heel eenvoudig, als de pijn van de renoma groot genoeg is, dan laat je het roken vanzelf. En dat klinkt ongelooflijk kort door de bocht. Maar weet je, ik heb zelf ook voldoende verslavingen gehad. Maar als de nadelen erg genoeg zijn, dan laat je het echt vanzelf. Ik heb echt zoveel verslavingen gehad. Dus ik ben verslaafd geweest aan eten. Maar als de pijn daarvan hoog genoeg is, dan laat je het uiteindelijk vanzelf. Dus ik kan wat dat betreft wel uit ervaring spreken. Dan natuurlijk hele simpele tips. Houd je handen en voeten warm. Bijvoorbeeld, als je iets uit de koelkast wil pakken, pak een overwanten. En normaal gesproken gebruik je overwanten om iets uit de oven te halen. Maar als je nou die overwanten gebruikt om iets uit de koelkast te pakken, en als je daarmee een aanval kunt voorkomen, nou, ik weet 100% zeker dat jij zegt, waar zijn mijn overwanten? Ik heb ze nodig. Dan ga je het gewoon doen. Nou, houd je huis droog en warm. En weet je, het is soms zo lastig. Want aan de ene kant zeg ik altijd bijvoorbeeld super gezond om koud af te douchen. En dan denk je aan de andere kant, ja net, je zegt nu wel dat je juist je huis droog en warm moet houden. En dat je jezelf warm moet houden. Maar het zou zomaar kunnen dat als jij Renault hebt en gaat onder de koude douche, dan krijg je lichaam een seintje dat de boel afkoelt. En dan gaat hij van binnenuit, gaat hij jouw kacheltje opwarmen. En dat juist helpend kan zijn. Maar wat bij de een kan helpen, kan juist bij de ander totaal averechts werken. Dus ga gewoon dingen uitproberen wat bij jou werkt.
En geef me alsjeblieft niet de schuld als het niet goed gaat. Ik ken jouw lichaam niet. Maar alles wat zou kunnen helpen, zou je gewoon moeten proberen. Truus zegt, wollen inlegzolen in de schoenen helpt ook. Ja, dat is inderdaad het warm houden van je voeten. Dankjewel, Truus. En je hebt natuurlijk meer, je hebt van de thermosokken, thermo-ondergoed. Er is zoveel wat je kunt doen. Hele goede tip, dankjewel. Dus je huis warm en droog houden, vermijd trillend gereedschap. Dan kom ik opeens op een idee. Stel, je hebt een elektrische heggenschuif om die heg te scheren. Of je hebt een boor, een kango, een andere trilboor. Dat soort karweitjes moet je echt niet doen als je een no hebt. Ben je nou bouwvakker en je hebt daarmee te maken, dan moet je echt een ander beroep zoeken. Grote kans dat je het gewoon niet redt. Dus dat soort trillende apparaten proberen te voorkomen. Voorkom overbelasting. Het is ook wel heel belangrijk dat je geen zware dingen tilt. Dat je gewoon echt zorgt dat je niet overbelast wordt. Check ook je medicijnlijst, want er zijn ook medicijnen die reno beïnvloeden. En als je nou bepaalde medicijnen hebt en je hebt het gevoel dat die juist reno triggeren, ga dan met dat medicijn naar je huisarts en zeg, joh, ik heb het medicijn voorgeschreven gekregen, maar het middel is bijna erger dan de kwaal. Want dat kan gewoon zijn bij reno, dat het middel erger is dan de kwaal. Even kijken, dan verzorg wondjes heel goed. Als je wondjes hebt aan je handen, onder andere die veroorzaakt kunnen worden door winterhanden, en dan kunnen er wondjes ontstaan, verzorg ze goed, want die wondjes kunnen soms niet meer genezen en dat kan ook bij reno zijn. Dus wondjes goed verzorgen, voldoende bewegen. En als je gaat bewegen, je kan naar buiten gaan en bewegen, dan kan je gewoon lopen. Maar als je nou dynamisch gaat bewegen, dan ga je lopen met zo je armen aan het zwaaien. En dan krijg je een betere bloedsomloop ook in je warm, in je handen. En het ziet er een beetje raar uit, maar ik zou het toch maar doen, want een aanval van reno is ook niet handig. Daar word je ook niet blij van. Dus als je gaat lopen, ga dan dynamisch wandelen, waarbij je niet alleen je benen en je voeten beweegt, maar ook je armen zo, een slingerende beweging, waardoor de bloedsomloop enorm gestimuleerd wordt. En dan een hele makkelijke, als ik het heel snel zeg, is het zo gebeurd, vermijd stress. Ja, dat is gewoon lekker makkelijk. Dankjewel Nettie, maar het is wel een hele belangrijke. Dan heb ik van een van de lezers gelezen dat ze shiatsu-massage deed. Dat het ook hielp. En weet je, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik benoem het allemaal wel. Want misschien heb je er iets aan. Er komt weer een tip binnen van Wilma. Klopt van het roken. En ik heb ooit een röntgen-echo gezien met kleur, met iemand die rookte tijdens de echo. En dat de vingers, ja, dan kan ik het verder niet meer lezen. Dan moet ik op meer klikken, maar dat doet hij niet. In ieder geval, dankjewel Wilma. Dat roken inderdaad heel erg kan bijdragen aan het ontstaan van de reno. Goed. Pak over, want als je ze uit de vriezer wil halen, vermijd koude dranken sowieso. Als je namelijk koud drinkt, dan wordt je lichaam van binnenaf, koelt het af. En ik zeg minimaal op kamertemperatuur en liever lauwe dranken of inderdaad, ook niet te heet natuurlijk, maar lauwwarme dranken zijn eigenlijk ideaal. Stop met alcohol. Ook alcohol heeft natuurlijk iets met de bloedvaten. Verwijding of vernauwing van de bloedvaten. Nou, heb je last van reno, probeer dan je alcohol te laten staan. En pas op met cafeïne, want cafeïne doet ook iets met de bloedvaten. Eigenlijk alle dingen die iets doen met de bloedvaten, of het nou warm is, of kou, of roken, of alcohol, probeer het allemaal aan de kant te leggen. Om op die manier minder kans te hebben op reno aanvallen. Nou, dan kun je nog iets doen met voeding. En om te beginnen, neem voeding die rijk is aan vitamine D. Dat is sowieso een hele belangrijke. Ik bedoel, in de zomer kun je vitamine D aanmaken onder invloed van de zon. Maar in de winter is dat niet. Dus eet veel voeding met vitamine D. Onder andere vette vis, eieren. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Hey Janske, goeiedag. Onze nicht heeft het nooit gerookt. Ja, Janske, dat kan inderdaad ook. Maar je hoort wel dat er heel veel andere oorzaken zijn ook. Dus dan helpt het stop met roken niet alleen of niet roken. Nou, dan voeding met rutine. Dat maakt ook de bloedvaten sterker. Want als je bloedvaten sterker zijn, hebben ze minder last van die spiersamentrekkingjes. Nou, rutine zit in boekweit, in citrusvruchten en in koolsoorten. Maar weet je, kool zou je sowieso elke dag nodig hebben. Hetzij uien en knoflook of andere koolsoorten, maar ook een citrusvrucht. Er is zoveel wat je kunt doen qua voeding om het alleen al min of meer te verminderen.
Nou, dan voeding rijk aan ijzer, zoals eieren, vis en groene groentes. Kan ook helpen om een aanval te voorkomen. Cayennepeper, om het op te warmen van binnenuit je lichaam. Kaneel, vette vis, bieten, kurkuma. Voeding waar nitraat in zit. Nitraat is namelijk ook bloedvatverwijdend. Dan mag je denken aan groene bladgroenten, onder andere spinazies, allemaal met nitraat erin. Citrusfruit, walnoten, tomaten, bessen, gember. Die kwam ook nog langs op Facebook van de week. Gember en kaneel. Twee hele belangrijke om van binnenuit te verwarmen. En dan uien en knoflook. Die verdunnen het bloed en die bevatten arginine. En arginine kan bijdragen aan het voorkomen van de ziekte van Raynaud. En ik zal je zeggen, ik heb hem hier bij de hand. Dit is de bus van het aminozurencomplex van de eetlijn. Hier zit arginine in. En een paar schepjes van het aminozurencomplex van de eetlijn zou bij kunnen dragen, ik zeg het heel voorzichtig, zou bij kunnen dragen aan het verminderen van inderdaad Raynaud. Maar dan moet je al die andere factoren er ook bij nemen. Maar die arginine die kan inderdaad verbetering geven, hele lichte verbetering. En het zit in het aminozurencomplex. Nou, voor de rest, alle noten, zaden, amandelen, cashewnoten, bananen, druiven, rozijnen, ja, sinaasappels, ik heb ze genoemd. Ik heb eigenlijk alle voedingsmiddelen al een beetje genoemd. En die komen allemaal langs in het blogbericht van aanstaande zondag. Nou, dan supplementen. Onder andere, je kunt B-vitamines gebruiken, met name B3. Ginkgo biloba. En al deze supplementen kun je vinden in de webshop van de eetlijn. Omega 3 vetzuur, uiteraard omega 3. Dat komt eigenlijk altijd weer van pas. Magnesium. Magnesium is ontspannend. Dus neem wat extra magnesium. Vitamine C zit ook allemaal in de supplementen van de eetlijn. En arginine, en ik heb net al aangegeven, L-arginine zit dus inderdaad in deze prachtige bus. Die helpt ook nog eens een keertje om af te vallen, helpt je door de overgang heen, helpt je om je spieren sterker te maken. Dus ook inderdaad spieren in je vingers. Dus eigenlijk allemaal hartstikke belangrijk en interessant en kan bijdragen aan min of meer verbetering van de symptomen van Raynaud. Nogmaals, de ziekte gaat niet weg, maar de symptomen kunnen min of meer verlichten. Goed, lieve mensen, of je een emmer leeg gooit, dat ging natuurlijk veel te snel aan het eind, maar ik moet wel een beetje mijn tijd in de gaten houden. En ik wil nog het recept van morgen laten zien. Dit krijg je morgen op deze Facebookpagina. Heerlijke, hartige muffins. Pittige muffins, super lekker, met allemaal ingrediënten die dus bij kunnen dragen om Raynaud wat zachter te maken, om de symptomen wat te verzachten. En ik zal nu alvast de ingrediënten noemen die je dus vandaag in huis kunt halen, zodat je morgen de keuken in kunt om deze muffins te bakken. Wat je nodig hebt, ik noem alleen de aparte ingrediënten, dus geen ui en dat soort dingen, knoflook. Wat je nodig hebt is spinazie. Diepvries spinazie, biologisch, mag ontdooid worden. Een stuk gember. En hoe meer je kunt verdragen, hoe beter het is. Pompoenpuree. Dus je kunt vandaag nog pompoenpuree maken. Heb je morgen nodig voor die muffins. Cherry tomaatjes heb je nodig. Cayennepeper. Ik weet niet of je dat standaard in huis hebt. Ik zelf wel, maar die heb je ook nodig. Kurkuma poeder. Tijm. Een ei, amandelen, psylliumvezels heb je nodig en pompoen en of zonnebloempitten. En al deze ingrediënten die hierin zitten, die kunnen inderdaad de symptomen van de ziekte van Raynaud meehelpen verlichten. En niet als je één klein stukje pompoen eet, ik zou ze gewoon lekker als ontbijt eten of weet ik wat, maar echt wel een paar tegelijk. Ja, dat mag allemaal. Dus gewoon lekkere pompoenmuffins. Kan ook bij de warme maaltijd. Het is een manier om veel groenten en kruiden binnen te krijgen. Dus gewoon lekker proberen. Goed, lieve mensen. Dan heb ik nog iets om te melden. Is dat een hoop mensen van jullie zijn al bezig met het online inspiratieprogramma 365 dagen gezonder van lijf en leden. Ik krijg ongelooflijk lovende, fijne reacties. Ik ben nog volop aan het schrijven samen met Ria. Ria heeft een ongelooflijk groot aandeel aan het programma. Maar ik heb van de week een gesprek gehad met mijn coach. Een harte gesprek onder vier woorden.
En, want ik heb ook een coach. En die zegt, Nettie, het programma is veel te goedkoop. Een jaar lang inspiratie, een jaar lang motivatie. Elke dag een mail met de meest mooie informatie. Met recepten die allemaal aansluiten op de klachten die behandeld worden. Want heel het programma is doorspekt met allerlei moderne ziektebeelden. En hoe je die met voeding te lijf kunt gaan. En alle recepten sluiten naadloos aan bij alle informatie die ik in het programma geef. En je krijgt 365 dagen lang een kast met informatie mee. En ik moest het programma duurder maken. Want hij zegt, net, het is belachelijk wat jij voor dat programma vraagt. €147, het is gewoon echt... Je bent helemaal gestoord, sorry dat ik het zo plat zeg. Helemaal gestoord om het programma zo goedkoop te verkopen. Die prijs die moet omhoog. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb niet voor niks een coach in de arm genomen. En het... Het programma gaat inderdaad omhoog. Het is nu €147 en het gaat naar €497. En dan nog is het de moeite zo waard. Maar ik zal je eerlijk zeggen, die prijsstijging die gaat pas in op 1 maart. Dus tot 1 maart kun je het programma nog kopen voor €147. Als je het omrekent is 30 cent per dag. Dat gaat helemaal nergens over. Want je krijgt de meest waardevolle informatie. En na 1 maart gaat het programma dus inderdaad blijvend omhoog. Dus als je nog mee wil doen, als je deel wil nemen, als je al die kennis wil hebben om te weten hoe je gezonder kunt worden en blijven van lijf en leden, dan is dit je kans om het programma aan te schaffen nog tot 1 maart. En dan gaat de prijs dus inderdaad omhoog. Je krijgt dus elke dag informatie. Je kunt elke dag het ladenkastje vullen. Je krijgt recepten die aansluiten bij alle moderne ziektebeelden en aandoeningen die behandeld worden. Hart- en vaatziekten, we gaan de organen behandelen, de hersenen, de hormonen, alles komt langs. Super interessant. En je krijgt toegang tot een Facebookgroep en daar kun je onbeperkt vragen stellen. Dan kun je zelfs vragen stellen die je normaal aan een arts stelt. En ik ben geen arts, ik bedoel, houd me even te goede. Maar ik leer mensen hoe ze met voeding de lichaam kunnen genezen. Dus je kunt dat soort vragen kun je allemaal stellen in de Facebookgroep. En daar krijg je antwoord op al die vragen. Er is echt een community waar je dus inderdaad vragen kunt stellen. Het is zo zijn prijs waard. Tot 1 maart en dan gaat de prijs inderdaad blijvend omhoog. Goed, dan als laatste het thema van volgende week wordt ghee. G-H-E-E, ghee. Nou, dat gaan we volgende week behandelen. Is een ongelooflijk mooi product en daar kan ik ook weer zoveel over vertellen. Mensen, ik stop ermee. Ik lijk Heintje Davids wel. Maar goed, ik wil mijn kennis en mijn al... Ja, ik wil mensen zo graag inspireren en dan kan ik op deze vrijdagochtend kan ik helemaal losgaan. Goed, allemaal bedankt voor het kijken. Mensen, ik ben dol op hartjes en lijkjes. Dus als je dit nog interessant vond... Deel en like naar hartelust met andere mensen die ook met gezondheidsuitdagingen te kampen hebben. En maak mensen attent op deze uitzendingen. Volgende week vrijdag ben ik er weer met Guy. Ik wens iedereen een onwijs fijn weekend. En nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei. Doeg. Doei doei.